Sneller afrekenen bij de kassa. Dat was waarom Albert Heijn meer dan 40 jaar geleden de Amerikaanse barcode naar Nederland haalde. Maar zelfs hij kon niet vermoeden dat er achter de stickers met streepjes en cijfers een enorm complexe datastroom zou ontstaan. Omdat alleen al een pot pindakaas tegenwoordig zo'n 100 velden aan productgegevens heeft. Daarnaast blijven de assortimenten waaruit we kunnen kiezen maar groeien en groeien. Van duizenden producten in fysieke winkels tot miljoenen in het aanbod van grote webshops. Dat maakt de barcode sticker inmiddels tot het paspoort van je product. De manier om jouw pasta, crème, schroefboormachine of spijkerbroek te identificeren tussen alle andere artikelen op de markt. Bij GS1 snappen we dat het grote aantal producten en gegevens vraagt om een waterdicht en efficiënt codesysteem. Maar we snappen ook dat wetgevers en consumenten steeds meer over producten willen weten. Die wilde zalm smaakt immers een stuk lekkerder als hij echt verantwoord gevangen is. En die nieuwe kunstheup moet snel getraceerd worden, als blijkt dat die een productiefout heeft. Daarmee is het succes van een product sterk afhankelijk geworden van de gegevens die je eraan koppelt. Want die bepalen in grote mate het aan- en verkoopproces, zeker online. Daarom richt de strategie van GS1 zich niet alleen op het codesysteem, maar ook op het uitwisselen van kwalitatief goede data. Door het inbouwen van controles vooraf en door het invoeren van foute gegevens uit te sluiten. Zo maken we het aanbod van GS1 toekomstbestendig. Met een betrouwbaar systeem om producten te herkennen en datapools die toegang bieden tot actuele productinformatie. Op die manier kunnen fabrikanten en afnemers eenvoudig tegemoetkomen aan de wensen van wetgevers en consumenten. Zodat ze nu en straks succesvol zaken kunnen blijven doen. GS1, the global language of business.